En dat krijg je dan in een week zoals dit. Dat je al die herinneringen weer gaat ophalen uit de jaren 80. Jouw jaren 80, maar ook mijn jaren 80. Leave Me Alone van Michael Jackson. Maar als je nou denkt dat dit mijn enige muzikale herinnering is, het wordt nog veel gekker. Ik weet niet zo goed hoe het komt, maar ik heb een soort grote voorkeur voor een bandje uit de jaren 80. Ik zou je een klein stukje ervan laten horen. Ja, sorry, ik begin een beetje te glimlachen, want het is misschien wat raar. Je verwacht het niet helemaal. Maar ik vond dus als klein jongetje dit altijd een fantastisch liedje. Is dit het moment waarop ik eigenlijk mijn mond had moeten houden? Nee, dat wordt nog erger namelijk. Ook dit was een hit van ze. En volgens mij wordt de term als je haar maar goed zit nog steeds veel gebruikt. Ook door mensen die geen idee hebben waar het vandaan komt. Nou, dat komt dus door Vulcano. Vulcano was een hitmachine in de jaren 80, jongens. En de grote man achter Vulcano, dat is Hans van Hemert. En die heb ik aan de telefoon. Vind ik heel spannend. Hans, goedemiddag. Goedemiddag, Wouter. Jij hebt dit allemaal voor elkaar gekregen, hè? Ja, een heel leuk groepje was dat. Jij was de producer van Vulcano. Kun je eens uitleggen wat was of wie was Vulcano ook alweer? Vulcano was eigenlijk een soort opvolger van Luf. Toen, ik dacht, we hebben zoveel succes gehad met Luf en daar hebben we zo van genoten. Ja. En ik wilde eigenlijk wel verder met Luf, maar goed, Luf bestond niet meer. Nee, en, want voor de duidelijkheid, jij bent ook... een nieuwe groep geformeerd. Ja. Waar in eerste instantie een andere bezetting was dat met René. Dat was de zanger. En later kwam daar nog steeds een hele goede vriend van mij, Hans van Pol, die kwam erbij. En dat was een fantastische zanger. Dus de groep bestond toen uit Anne Dekkers, Didi en Suzanne Venneke. En Hans van Pol en Jos Groothuizen. En uiteindelijk, want voor de duidelijkheid, jij was dus ook de producer zeg maar, achter Luf. Uiteindelijk kwam daar Vulcano. En ik kan me iets herinneren van een songfestival. Daar hebben jullie toch aan meegedaan ook? Ja, dat was heel raar. Het was eigenlijk een hele rare fout voor mij. Ik had al een paar keer meer meegedaan met het songfestival. Maar toen deden we mee met twee, al zeg ik het zelf, heel erg goede nummers die ik had geschreven voor ze. Ja. En dat was een beetje van dit. En dat was een ander nummer met jou erbij. Dat was ook een heel goed nummer. Het gekke was dat degene die uiteindelijk het Songfestival won, nationaal, dat was Bernadette met Sing Me a Chanson. Oké. Ja. En toen Bernadette die kreeg alleen maar, dus iedere artiest die deed twee nummers. En Bernadette die kreeg alleen voor dat ene nummer kreeg ze heel veel punten. En in eerste instantie bijna net zoveel als Vulcano. Maar Vulcano kreeg die nummers, kreeg voor allebei de nummers kregen ze heel veel punten. En toen uiteindelijk was de laatste provincie was Limburg. En er was nog niet één provincie waar Vulcano geen punten van had gekregen. En toen kwam die laatste provincie Limburg. En toen kreeg een beetje van dit en een beetje van dat. Een beetje zus, een beetje zo, krijg een beetje weinig punten. Ja, dus jij komt nog weer in Limburg. Als je er komt, rijden er heel snel doorheen. Dus spuug je even op straat. Nee hoor, ik kom graag. Nee, ik kan me dat vaak. Ik was toen nog zo jong, maar dit. Want ook die term als je haar maar goed zit, bestond die toen al of heb jij die echt bedacht? Nou, die heb ik niet bedacht. Ik was aan het golven en toen dacht ik dat ik een hele slechte afslag had. Ja? En toen zei je als mijn haar maar goed zit? Nee, dat zei iemand anders tegen mij. Die zei, joh, wat maakt dat nou uit als je haar maar goed zit? En toen was ik een keer in Frankrijk. Ja? En daar zegt iedereen altijd van, oh, daar zul je wel veel inspiratie op doen. Nou, het tegendeel is het geval, want dan zit ik alleen maar te genieten van de rust en van de stilte, van de mooiigheid, mooie natuur. Maar er was een vogel die deed, en toen dacht ik, oh ja, dat is voor het eerst dat ik een stukje van een liedje gewoon steel. Maar dan in dit geval van een vogel. Een vogel? Dus, als je haar maar goed zit. Briljant. Een vogel, de bedenken van als je haar maar goed zit. Ik vind het mooi. Hans van Hemert, de grote man producer achter Vulcano. Dankjewel voor deze herinnering. En ik heb hem thuis al ergens op vinyl. En morgen gaan we de hele uitzending van vinyl draaien. Dus als ik hem niet vergeet, en daar ben ik heel bang voor dat ik hem niet vergeet, dan ga ik hem morgen nog even draaien. Hans, dankjewel hè. Ja. Hoi.